Vandaag nemen we een kijkje bij een verlaten villa. Eenmaal op het terrein aangekomen, beginnen we als eerste de tuin te exploren. Laten we kijken wat we hier nog allemaal tegenkomen. Vijver of een zwembad, dus dat. Laten we even daar gaan kijken. Oh ja. Oude speelset. Een aardig grote tuin hier. Ze konden klimmen voor de kinderen, een kleine klimwand. Nou, hier kunnen we een lekkere duik nemen. Eentje zit er nog. Nou, laten we het huis eens binnen gaan. Dat gaan we nou zeker doen. Even naar binnen toe. Ja, eens kijken of er wat te zien valt. Oh. Ik ben bang van niet, maar... Nee. Ik denk het ook niet. Het toch zijn, hè? Het is nogal leeg. Airbags. Ja. Ja, dat sowieso. Dat zie je hier wel staan. Pak even een lampje erbij. Even aanmaken. Oh, hier is dus niks. Ja, dat checken we straks al even. Waarschijnlijk dan de woonkamer of zo. En dan had je de uitzicht. Kun je de kinderen zien spelen, zwemmen, alles. Dat is wel lijp. Alles is gestript. Zo, nasty time. Goed, we gaan nog even naar bovenverdieping kijken, maar ik denk dat het ook wel aardig leeg is. Niet zo heel veel te zien hier bezig geweest met de renovatie, of tenminste de poging tot, denk ik. Alles leeggehaald, maar het is wel tof om te zien wat voor mooi huis het eigenlijk is geweest. Hoe groot. Is. Grrr, keep out! Die is wel nice. Mooie begroeiing alweer. Van de klim op. Maar hier hebben we de trap. Dus oh, wel een bijzondere trap, moet ik zeggen. Oh, verlicht weer. Ja. Yeah. Goed zo. Heet dit. Goed, hier gaan we even op dan. Lekker stevig ook weer, alles wiebelt. Het is wel een groot huis, hè. Het is ook wel lang licht, kijk aan die spinnenwebben. Keuken nog. Nou, gaan we hier nog onder het huis kijken, garage of zo. Oh, laat het lampje ook weer even hier aanmaken.
Zo. Nou, verder is niet zo heel wat bijzonders hier, hè? Ja, het is ook laag hier, ik kan niet staan. Het is allemaal wat. Dan gaan we even naar buiten toe. Ik dacht, het garage was voor mij dus niet. Hier kan ik weer redelijk staan. Yes. Zo. Nou, ik ben weer buiten. Leuk huisje van buiten. Leuk om gezien te hebben. Van binnen is het aardig leeg, niet al te bijzonder. Maar ik vond het nog tof om gezien te hebben. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Laat het weten in de comments wat je hier weer van vond. En volgende week zijn we sowieso weer terug met een nieuwe video. Wens je een hele fijne dag, hè? Laters! Volgende week zijn we sowieso weer terug met een nieuwe video, zoals ik al zei. Maar toen we hier weggingen en terugreden naar Nederland, kwamen wij deze verlaten boerderij nog tegen. Dus de auto hebben we even gestopt en de camera weer gepakt. Nou, we zijn op Nederlandse bodem, dus een Nederlandse urbex locatie. Dat weet je het al. Dat weet je het al, ja. Oh shit, ja. Helemaal leeg gehaald, hè? De rest. Nou, hier is wel een ingang. Laten we even kijken. Zo. Het is niet heel veel, nee. De lamp zo even uithalen. Maar er is niet heel veel te zien, moet ik zeggen. Goed, pak even de lamp dan. Nou, ik heb een lamp bij me. Laten we even een rondje gaan lopen, zou ik zo zeggen, hè. Vogelnestje. Voordeur dichtgemaakt. Dan ga even hier nog heen. Ja. Het is wel weer typisch Nederland, zoals je kan zien, hè? Overal graffiti, alles kapot gemaakt. Ja. Vloer bot ook helemaal op. Alles is eruit. Alles is kapot. Ja, dat zie je hier al, hè? Ja. Vol met water. Ook geen nut. Nou, laten we snel maar boven even nog gaan kijken. Ja, ik denk ook niet meer eens. Zo. Stinkt hij, joh. Ja, schimmel. Oep. Wat is het? Nee, dat valt. Schrikmomentje. Is ook niks. Om een rotzooi gedumpt hier. Nog een badkuip. Hij wil leeg. Hij wil niet doen. Zo. Nou, wie wil daarin zitten? Wie daar een minuut in wil zitten? Respect. Bah, echt vies gewoon hier. Stinkt en dingen. Gewoon echt vies. Nee, gewoon echt vies. Nee. Ik denk dat zelfs aan zijn zwerven dit te eten. Ja, dat denk ik ook, ja. Gadverdamme, ja.
We zijn maar snel weggegaan hier, want het stonk echt heel erg daar. Het was wel weer typisch Nederland, dat alles kapot is gemaakt helaas, ook al was het niet meer heel veel te zien. We hopen in ieder geval dat jullie genoten hebben van de video, en mocht het je eerste video zijn van ons dat je ziet, of heb je al vaker video's van ons bekeken, neem dan ook eens een kijkje onder de video en druk op het abonneerknopje als je dat niet gedaan hebt, zo mis je geen enkele video van ons. Maar hierbij nogmaals, een hele fijne dag en hopelijk tot volgende week.